Nou, beste kijkers, ik ben bij strandopgang De Zandloper. ...17 juli 2021 en hier ligt ook vakantiepark De Zandloper. En we gaan op deze mooie zondagavond even een stukje door de duinen lopen hier, op naar het strand. Het toeristenseizoen is volop bezig. Het is juli en er wordt dit tijd van het jaar in Julianadorp en omstreken veel Duits gesproken. Prachtige avond. Koel briesje. Dat is Nederlands. Hallo. En hier is een uitzichtpunt. Het is gebouwd op een bunker. Dus zijn van de Atlantikwal, Tweede Wereldoorlog. Recht voor ons is nog een bunker.
Ik ben hier al een keer eerder geweest om een video te maken. Toen stopte ik hier bij deze bunker. Vanaf de Zandloper was dit het eindpunt. Maar ik ga nu even door tot op het strand. Museum Seachiel Batterie Sandijk. Dat is hier vandaan net natuurlijk de kust in de gaten gehouden. We hebben doodsbang dat geallieerden de Noordzee overkwamen deze kant op. Dus onder andere deze bunker moest dat voorkomen. Ik zeg dat er deze maand veel Duits gesproken wordt hier in Julianadorp. Maar ook Nederlands. We leven nog steeds in de coronatijd. En door... Ja, toch een beetje een verkeerde inschatting van de overheid. Is de coronabesmettingen hier in Nederland behoorlijk opgelopen. Maar buiten dat hebben toch veel Nederlanders besloten dit jaar. Door die onzekerheid van die corona in Nederland vakantie te vieren. Ook niks mis mee als je dit ziet. Daar liggen de vakantieparken. En iets verderop, achter het groen verscholen, liggen Julianadorp. En heel in de verte, dat is Den Helder. En dan dadelijk hier verder af naar het strand.
Vandaag was sinds een aantal weken weer een echte mooie zomerse dag. De zon scheen hier volop, dus ik denk dat het behoorlijk druk is geweest vandaag. Er zijn nog heel wat fietsen aanwezig. En daar is het strand. Oppassen dat ik mijn voeten neerzet, want de platen liggen niet helemaal gelijk hier. Vandaar het hikje in mijn stemnet. Er wordt veel Duits gesproken. En kijk eens. Een gezellige drukte. In de strandpaviljoen Zee van Tijd. En daar zijn dan de strandhuisjes van Julianadorp. Die kun je huren tijdens de zomerperiode. Maar het is zo'n groot succes, dus het is meestal al snel verhuurd. Dus ik vermoed dat je dus minimaal een jaar van tevoren al zo'n huisje moet reserveren. Bij strandopgang paal 6 heb ik deze huisje ook gefilmd. Dan kwam ik van de andere kant. En hier kan je ook mooi zien hoe lang de rij is met al die huisjes. En met dit uitzicht is niet verkeerd. Het is nog goed gezien dat niet zo lang geleden het strand weer opgehoogd is. Mooi groot breed strand. En aan het eind van die vakantiehuisjes aan de andere kant, daar is strandomgang paal 6. Een van de bekendste strandpaviljoens van Julianadorp staat daar. Kijk, dit hoogteverschil, dat is eigenlijk vrij nieuw. Dat is door die strandophogingen gekomen. Er is afgelopen winter na die ophoging van het strand
is er ook nog flinke storm geweest, noordenstorm. Die heeft de boel denk ik ook nog een beetje opgeduwd. Maar het is een mooi effect dit. Ik heb hier een beetje doorheen kan lopen. Ja, dat gaat lukken.
Nou, beste kijkers, met dit mooie plaatje neem ik weer afscheid van jullie. En ik zie jullie graag weer terug in de volgende video.